zo is het. Ar, we hebben eventjes de ouderwetse bewegingjes gezien. Maar waarom schiet je niet in? Ja, kut man. Oh, sorry. Wat zei je? Ja. Eergisteren op de training een paar zo binnengeschoten. Nu, ik had het idee, ik weet niet. Maar dit is volgens mij een beetje, je moet weer dat ritme, dat gevoel op het veld. Ik had het idee dat ik wat te ver weg was nog. En ik dacht dat ik eentje daar breed, ik denk, geef hem af. Dat doe ik normaal ook nooit, dus gewoon schieten. Nee, dus dat is de laatste keer geweest. Ja, dat moeten we niet meer doen. Dat gaan we niet meer doen. Nee, wat gaan we wel doen? Ja, lekker doorbouwen. Dit was het eerste kwartiertje weer. We hebben goed gewerkt de afgelopen weken, dus dit was een mooie start weer. Nu moet je gewoon weer wennen, dat ritme. En we moeten nu proberen doorheen te komen, weet je. Dat je 2-3 wedstrijden wat in de benen krijgt en gewoon wat stabiel worden nu. Ja, en nu ben je gewoon, want vorige keer deed mentaal vooral pijn, hè? Ja, tuurlijk. En nu zit je er weer op, echt, hè? Ja, tuurlijk. Dat zei ik. Het was even schelden en even vloeken. Maar ik had wel vrij snel de knop weer omgezet. Dat was even het slechtst denkbare scenario. Maar goed, dan moet je weer opstaan en weer doorgaan. En je vindt het gewoon nog veel te leuk. En daarom ga je nog lekker door. Ja, ik was blij. De klok ging alweer veel te snel. Ik wilde nog wel even door. Ik kwam er net weer een beetje in. Ik had een paar keer wel een paar momentjes goed. Voelde ik me goed aan de bal. 2-3 dribbles, maar net even de paas dan. Maar dat zeg ik, dat is even weer spelsituaties. Dat is even weer, heb je een jaartje niet gedaan. Dus dan, maar dat komt wel. Ik merk in de training wel dat de bewegingen er zijn weer. En er zit wel wat snelheid weer achter. Dus, Hartstikke goed. Nou, Ronald de Boer en Kenneth Perez, die hebben ook gevoetbald. Die komen niet meer terug, maar die zijn volgens mij heel blij dat jij weer terug bent. Ze zijn ook een paar jaartjes ouder, hè? Ja, zien er zeker een stuk ouder uit dan jij. Nou ja, goed. We gaan lekker door. En zeg ik, voor mij is het belangrijkste. Maar goed, herhaal je altijd. Ja. Je moet fit blijven, bla bla bla. Tje, ik probeer gewoon lekker ontspannen ermee om te gaan. Ik denk dat het ook het belangrijkste is. Ik wist het tegen PSV snel vergeten. En nu hopelijk een serie tot de kerst doorbouwen. Niet meer afgeven. Balletjes in de verhoek. Nee, niet meer doen.